De Floralia-vereniging is opgericht tijdens een vergadering van het volksonderwijs te Opperdoes op 4 januari 1954. De vereniging stelde zich toen ten doel om de flora in ons dorp te stimuleren door het uitgeven van binnen- en buitenplanten en om ieder jaar een Floralia-dag te organiseren. Verder kwam er ook een afdeling van nuttig handwerken en handenarbeid bij, oftewel het huisvlijt. De stekjes worden in het voorjaar uitgedeeld door het bestuur aan de donateurs die ze dan mogen opkweken voor de jaarlijkse tentoonstelling in september, waar dan gestreden wordt om een wisselbeker die je mocht houden als je die 3 keer achter elkaar gewonnen had of in zijn totaliteit 5 keer. Traditie vanaf het begin af aan van de Floralia zijn de diverse raderijen, de Vlotbrug en het draaiend rad, waarvoor nog altijd de eerste prijs een bosje paling is. In de loop der jaren zijn daar de spelletjes voor de kinderen nog bijgekomen. Succes ieder jaar het visspel. In 2009 hopen wij ons 55-jarig bestaan van de vereniging te vieren. Afhankelijk van de inbrengers van bloemen en planten, maar ook het huisvlijt niet te vergeten, en de bezoekers, hangt het voortbestaan van de Floralia-vereniging aan een zijden draadje. Wil je gewoon?